Hallo dag reviewvriendjes. Kijk eens, helemaal glad geschoren. Ik zie er fantastisch uit. Nu nog naar de kapper een keer, als die open is. En dan door een ringetje te halen. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons Achmedje opgestuurd? Laten we gaan kijken. Ik ben een word artist. Tegenwoordig is iedereen een word artist. Dus waarom ben ik geen word artist? En als je word artist bent, mag je alles zeggen wat je wil. Haha, poep! Mag gewoon. Ontbijtkoek. Heb ik iets tegen ontbijtkoek? En het antwoord daarop is zeker niet. Want ontbijtkoek, dat is toch, ja, daar word je groot bij. Wie geen ontbijtkoek heeft gegeten in het leven, is of geen Nederlander, of heeft hele slechte ouders. En als jij je kind geen ontbijtkoek geeft als ouder, dan gaat je opvoeding gewoon totaal de mist in. Want met ontbijtkoek worden wij groot. Ontbijtkoek, wie heeft dat verzonnen? Ik denk een hele slimme man achter een koekfabriek. Want die dacht, ja, iedereen vreet koek bij een kopje thee. Bij een kopje koffie, misschien als ze dan uit school komen, die rotkoters, met een glaasje limonade. Maar wanneer eten ze dan eigenlijk geen koek? S'avonds eet je koek, s'morgens eet je geen koek. Nee, natuurlijk eet je s'morgens geen koek, want s'morgens moet je gewoon goed een boterhammetje met kaas eten, zodat je er tegenaan kan. Dan ga je toch geen koek eten? Dat is toch... Als er toch verdomme iets en moment is op een dag om geen koek te eten, is dat het ontbijt. En toen dacht die gozer, ja, de groeten, mooi wel. En ik noem het ontbijtkoek ook. Kan mij uitbommen. Gewoon, ja. Je kan toch moeilijk ontkennen dat er geen koek bij het ontbijt eten valt. Als je zoiets ontbijtkoek noemt. Ja, dan opeens kan dat wel. Heel slim gedaan. Wat is nou ontbijtkoek? Ja, dit. Nee, maar ik bedoel eigenlijk maar... Volgens mij, ik weet eigenlijk niet wat ontbijtkoek is. Oh, goed, ik heb hier 3 ontbijtkoeken. Eentje van Bolletje. Die noemt dat smeuig ontbijtkoek. Ik vind smeuig trouwens een heel smerig woord. Dan heb je hier de Albert Heijn Naturel ontbijtkoek. En dan heb je hier Pijnenburg ontbijtkoek origineel. Originaal, dus original. Ja, Pijnenburg is in mijn ogen ook de ontbijtkoekbakker. En Bolletjes, de beschuitbakker. En Albert Heijn, ja, die maakt gewoon alles na. En doe dat dan een stukje goedkoper onder in het vak. Om te hopen dat mensen die een beetje skeer zijn. Dat heb ik geleerd van mijn kinderen. Skeer, dat betekent dat je zuinig bent. Die denken, ja, ik kan die wel kopen voor mijn kind. Maar Pietje proeft echt het verschil niet met deze. En die is dan wel goedkoper. Kan ik ook begrijpen. Maar wat we willen zijn, meestal proeven die rotkoters toch niet wat je koopt. Prop het zo in hun bakjes en klaar zijn ze. Enfin, Pijnenburg is voor mij de koekenboer. Deze hebben we nooit gegeten. En ik Bolletje heb ook nog nooit gegeten. Want als ik ontbijtkoek koop, wat ik af en toe dus voor mijn kinderen doe als goede ouder, koop ik altijd Pijnenburg. Ja, merk vast. Zo ben ik ook weer. Wat maakt ontbijtkoek? Wat zit er nou precies in? Nou, ga ik jullie vertellen. Het is roggebloem, specerijen en natuurlijk aroma's. En shea-olie. En fructose stroop. Nou ja, in ieder geval, ja, het is gewoon een hartstikke zoete rommel. En het is gewoon koek. En hebben ze dan net gedaan alsof het een soort van, in de buurt van, dat het een soort van gezond is. Maar dat is natuurlijk helemaal niet. Hier zit, ja, roggebloem wordt er dus van gemaakt. Gekarameliseerde suikerstroop. En glucose en fructose stroop. Dus er zit verschrikkelijk, oh, ook nog een keer suiker zit erin. Er zit natuurlijk verschrikkelijk hoeveel suiker in. Hoeveel suiker zit er eigenlijk in? Even kijken, suikers. Oh, op 100 gram ontbijtkoek zit 38 gram suiker. Dat is niet te geloven. Bij die van Albert Heijn, hè. En op 100 gram, bij de Pijnenburg zit 38,9 gram. Hebben ze er nog eventjes ietsje meer in gedaan. En bij de Bolletje dan, wat hebben ze daar gedaan? Suikers, 38 gram. Maar ja, laten we het gewoon een beetje afronden. Op 100 gram ontbijtkoek zit dus 38 gram suiker. Goedemorgen. Dus dat ontbijtkoekje wat je je kind geeft. Zo van, je mag een gezonde koek bij het ontbijt. En als ontbijtkoek is het dus gewoon een schep of 10 suiker. Zo
in het bekkie. Is het erg? Nee, ik kan mij uitbommen. Goed. Het is dus één brok suiker. Dat kunnen we wel stellen. Goedkoop. En deze, ja, dit zijn allebei topmerken. Dus die zullen wel een beetje rond dezelfde tijd of hetzelfde geld zijn. Deze ziet er wel iets chiquer uit van het bolletje ingepakt. Moeten we wel wezen. Ze zijn alle drie gesneden. Dat is ook chique. Vroeger had je dus ongesneden ontbijt, want toen moest je die zelf snijden. Nou, dat was een werk. Wonder snork, hoe krijg je een zakje ook, joh. Nou, ontbijtkoek van de Albert Heijn. Ziet er zo uit. Ja, daar heeft een of andere belhamel in zitten knijpen. Maar dit ziet er dus zo uit. Ja, zo ziet ontbijtkoek uit. Hoe ziet de rest eruit? Dit is ontbijtkoek van de Pijnenburg. En wat ik dus al zie, de topjes en de onderkantjes zijn anders. Die van de Pijnenburg zijn langer gebakken. Hij is even wat groter. Maar hij ziet er ook wat luchtiger uit. Deze ziet er een beetje geperst en uit. Deze is volgens mij, deze is luchtiger. Goed, hoe zit het met die van Bolletje? Die ziet er weer helemaal anders uit. Die heeft een glimmend dekje. Zie je dat? En die is donkerder. Ja, zie je, die is donkerder. En die van Bolletje zitten er ja, donkere stukjes in, waar deze gewoon effen zijn. Zo, zeg even, je maakt er wat mee. Albert Heijn, een beetje samengeperst en licht. Pijnenburg, luchtig en wat donkerder. Bolletje, ook samengeperst, met een glimmend dakje. En stukjes erin. Wauw. En wisten jullie ook niet? Ik ook niet. Goed, laten we het proeven. Albert Heijn, de goedkoper. Ja. Ja, ontbijtkoek. Hij is niet heel heftig van smaak trouwens. Het is gewoon een beetje een laffe ontbijtkoek voor Albert Heijn. Kost ook geen reden. Is ook geen reden. Het is niet echt dat je denkt extreem lekker of zo. Ik leg die gelijk even weg. Pijnenburg, de original, the real thing, ja? Is die veel lekkerder dan die goedkoop van Albert Heijn? Mag ik god beter hopen. Inderdaad luchtiger. Veel meer smaak. Deze smaakt alleen naar suiker. Hier zit nog een speciale smaak aan. Ontbijtkoeksmaak. Ja, ik weet niet hoe ik dat moet vertellen. Maar... Ja goed, hier zit een ietsje meer suiker in, maar hier zit veel meer smaak in dan die van Albert Heijn. En dat is dus de ontbijtkoeksmaak, maar dan heftiger dan die van Albert Heijn, snap je? Want ontbijtkoeksmaak is gewoon een smaak. Dat kan ik niet met iets anders vergelijken. Ik moet eerlijk zeggen, die Pijnenburg ontbijtkoek trekt wel een beetje aan je mond, aan de binnenkant. Er zit wel iets in wat mijn speekselklieren een beetje hysterisch maken. Goed, Bolletje. Die is dikker, tenminste zwaarder, op elkaar geplekt. Glimmend dakkie. Het dakkie plakt ook, is nat van Bolletje. Waar die van nu hun droog is. Ja, lekker dakkie hoor. Hoe is de koek? De koek van Bolletje. Hey, de koek van Bolletje is meer gekruid dan Pijnenburg. Is inderdaad minder luchtig. Maar je hebt ook meer een koeksensatie. Ik weet niet wat er precies in gedaan is. Dat er van die donkere bruine harde stukjes in zitten. Maar deze van Bolletje... Is echt serieus 10 keer lekkerder dan die van Pijnenburg. Ik heb hem helemaal opgevreten. Zo zit je gewoon een domme review te kijken. Met een middelbare man met een iets dikke kop en drie pakken ontbijtkoek. En zo komt er dus iets uit, een onthulling. Waarvan ik zou zeggen, dat kan op de voorpagina van de een of andere krant. Want Pijnenburg, de original, gaat het niet winnen vandaag. Bolletje, de beschuitbakker, is dus echt vele malen lekkerder. Had ik nooit geweten. Want wat doe ik als ik ontbijtkoek koop? Ik loop naar het vak en pak Pijnenburg.
Never again. Nooit meer. Headline. Jan Roos kiest voor bolletje. Pijnenburg, verleden tijd. Ja, echt waar. Dit is top. Dit is echt minder lekker hoor. Ja, dit is van troep. Tijd voor de cijfertjes. En die cijfertjes, dat wordt een mind-blowing experience. Want ik val van mijn geloof en dat gebeurt niet vaak, want ik ben merkvast. Weet je, ketchup is Heinz. Klaar. Cola is Coca-Cola. Klaar. Daar ga je niet aan tornen. Dat is nou eenmaal zoals het is. Dat is het leven. Ontbijkoek, Pijnenburg. Niet klaar. Want ik stop ermee. Oké, de ontbijkoek voor Albert Heijn. Is nikszeggend. Is ook niet lekker. Gewoon flauw. Het is gewoon ook heel goedkoop. En het is ook gewoon, als je dan ontbijtkoek koopt, koop dan lekker ontbijtkoek voor je kinderen. Deze die krijgen gewoon een vijfie. Het is een vijfie, wie niet? Ja. Mijn all-time favorite Pijnenburgkoek zou altijd winnen als ik bolletje niet had gegeten. De gewone Pijnenburg ontbijtkoek gesneden, die krijgt van mij een zesje. Ja, dat doet pijn. Ja, want deze is dus van de troon gevallen. En als je van de troon valt, dan is een zesje meer dan genoeg. Absolute winnaar van deze review ontbijtkoek challenge. Is bolletje gesneden ontbijtkoek. Dan zeggen ze, die is smeuig. Ik begrijp nu wat het woord smeuig betekent. Namelijk, dan is hij een beetje nattig en dan is hij smaakvol. Nat is smaakvol. Smeuig. Ik ken nog een paar dames waar die titel op past. Deze is top. Koop deze voor je kinderen. Dan ben je een goede ouder. Die krijgt van mij een 8. Leuk. Nou, lekker veel ontbijtkoek gegeten. Ik denk een grammetje of 200 aan suiker naar binnen gewerkt. Ik ben het pumped up. Ik kan er tegenaan dit weekend. Gegroet en ik zeg, daag.